Oh. Ja. Kwaad. Dat is mooi, hè? Ja, dat is anders, hè? Ja. Kan niet helemaal recht. Maar dan pak je het zo verrukt, joh. Met de schuif een beetje aanwerken. Wacht maar in, wacht maar in. Oh. Ja, doe maar. Dan moet je naar voren. Ja? Ja, doe maar. Omdat het voorwaarts stapt. Een en al nostalgie. Ja, gelukkig dat het droog is, hè? Ja, daar komt Boen naar. Ja, Boen komt er wel aan, hè? Is dat het eindrijden? Ja, ja. Ja, in de voort! In de voort, kom! In de voort! Waar is dat ding? Mooi, hè? Mooi staan hier. Ja. Oh, halt. Oh, halt. Zo. Ja. Wat van vertellen kan? Ja. Nou, omdat er verschillende eigenlijk steeds kleiner worden de laatste jaren. Het was steeds moeilijker om de verschil in te vinden, maar dan werd het zo'n handje om te weer spannen wie nummer 1 werd. Maar in het begin is het altijd het moeilijkste. Hoe oordeel je op?
Wie beoordeelt op de open van de voor, dat is de eerste voor waar je eruit ploegt. Dan is het de tweede keer rond, is het de begin voormerken. Dan beoordeel je op de diepte van de voor, of het recht is. Of er een goede aansluiting is tussen de voren. Als de voor goed schoon is, als de groen er goed onder giet, de stoppel en dat het allemaal goed onder de ploeg wordt. Dan giet men met het inzetten van de ploeg en het uren van de ploeg. En dan uiteindelijk een totaal score over het stukje wat ze ploeg hebt. Dus op een aantal punten worden die op mercureren en uiteindelijk zal de winnaar hier als nummer 1 trekken. Goed zo. Kort op door, hè? Ja. Je hebt een bekend persoon gezien. Geen grote stafbalken erbij nou. Dat scheelt ook maar weer. Niet meer, jongen. Ik ga naar Omke. Een kinderboerderij. Verder proot. Kom je op Juraal daar of niet? Ja, misschien nog wel. 10 jongens. En dan kom je in de mooie jongens. Volgens. Volgens. Kop. Hup. 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 Deurloop. Kop. Hup. 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 Ja. Volgens. Hup. Kijk, Sjama. Voor de vrouw moet je niks doen. Ja, jongen. Goed, pas aan de gaan. Even zo'n duur avontuur. Met zo'n peer, ja, dat maakt het niet zo uit, maar die fotograaf die hebben respect voor. Maar dan moet het ook bij hem. Oh. Ja, het is net wat voor vuurkeur je hebt, hè? Ja, maar... Nog dieper, zat. Veel te dieper, hè? Ja, hoe dieper hij ploegt, hoe beter is het. Als het vaart, hè? Nee. Als ik hem nu... Maar krijg je ook de aanstorting te hoog? Krijg je ook vraagpunten? Ja. Ja, net als met trekken toen. Ja, maar ja, dat is nu net. Hij is de opening voor te smal daar, hè? Ja. Het is zo'n systeem met mijn trekken, hoor ik weer. Ja, ja, precies. Ja, ja, het is zo'n. Alleen hier kun je met praten, met trekken niet. Nee, maar jullie kunnen hem zo stil zetten. Wie moet... En Peter een trap geven mag niet lussen wil. Een trekken niet. Ik heb ook een trap geven, maar nu zelf de voet. Ja, op de gaspedaal, hè. Nou. Ja. En doe ik hem straks iets schollen. Voorwaarts. Hup. Kom, ik kan je nog niet schollen zetten, maar ik kan je wel verschillen. Ja, maar de opening, ik heb 30 toe, de opening moest 34 weer, als een probleem. Ja. Hier, hè? Ja. Als je snel meer zet, snel, hè? En meet je ook goed in een halve meter. Maar 30 is, dan ben ik 60 weer. Wat is dit? Ja, wat kun je gelijk zien? Je kunt het wel aan Peert daar zien. Kijk, dat lukt er makkelijk overheen. Kun je zien dat het vloek goed is. Ja. Let op, voorwaarts. Kom. Kom. Nou, we hebben het mooi weer bij, hè? Mag ik nog een domme vraag stellen? Ja.
het trekken, dat hij duw van het trekken in de voorloop en dat bepaalt eigenlijk de breedte. Ik kan de ploeg zeg maar, dat er helemaal achter zetten, dat is waar. Ja, dat ploeg is niet mooi, maar... Peter naar binnen voren, ja? Dat is minder kon. En dat bepaalt de breedte, je kunt door de baan zetten. Door de baan zetten. En dan hoef ik eigenlijk niks aan te doen. Als het goed is, dan mag ik mij gewoon, ik wil met die breedte hebben, dan mag ik gewoon die ploeg zelf kunnen laten lopen. Dan moet je zelf kunnen lopen? Ja. Hoe maar een klein beetje corrigeren, daardoor kun je maar mooi recht ploegen. Dan. Ja. Je met die breedte zet hem door. Als ik hem door doe, verder op aanzetten, dan gaat hij smaller. Het is... Deze? Nee, ja, nee, ja, dat punt. Ja. Kijk, maar ik moet dat trekpunt ook zo bij die hem. Hij trekt hier aan. En dan dat peerde, dan moet je in. Ik weet niet of het nu al hoog genoeg zit. Je moet er eigenlijk gewoon wat in alleen in. Dan trek je hem licht. Ja. Je kunt ook aan peerd zien welke er echt te veel moet en welke er makkelijk voor stapt. Ja. Ja, 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 maar het is ook ongelijk hoe diep hij doet. Maar ook, kijk, hij trekt hem hier aan. Kijk, en door wat Durena leidt, kun je maar hoe als er één alleen is, dan trekt dat makkelijk. Ja. Dus, let op, voorwaarts. Vroeger leren op school altijd goed ploeg, dan moet je de topstang tussen weg kunnen pakken. Hij is erg mooi, Henk. Ja, dat is erg goed, ja. Ja, maar, kijk, maar ik heb de eerste keer die ruggen zijn iets te hoog. Ja. Maar ja, kijk er één door, kijk, dat is de concurrent aan, die heeft nog hoger. Dus dat maakt nog niet veel uit. Straks het achterste, dat wordt het eigenlijk de gekste. Het laatste, dan mag ik hem uitbouwen. En dat ik hem allemaal recht krijg, als we nou als Sino ook noemen, ben ik maar straks die kant op aan. Ja, wie moet straks die kant op aan. Ja. Die komt onder aan. Kijk, maar steen dat die min voor er niet recht deur aan hebt, ja, kijk, dan kom ik straks met een probleem. Ja. Kijk, dat is het nodig dan maar weer. Maar we zijn ook nog leuzen in de wedstrijd. Dat was ook mooi, dat was ook het Nederlands kampioenschap. Maar daar hadden ze van allerlei aanspanningen aan dan ook. Wel die ploegen, toen ging niet gesturen. En ook die olle boeties die kwamen eraan. Nou jongen, en aan die peren die dansen ervoor. Ik denk, oh, straks zijn die alweer plat liggen. Maar ze zegt, ho. Maar ook wel uit België was iemand met zo'n Belg was eraan. En dan die kleinzoons die zo mochten naar hem demonstreren. Dus die jongen kwam eraan. Eerst thuis zat verkeerd op en zo. En we waren vlak bij de buurt. Ik zei, nou, weet je, ja, mijn opa zei dat er al niet met. Nou, ze begonnen de ploeg en de peert wilde helemaal niks. Ze alle kanten gewoon en die jongen dacht, dan aan zijn laatste doorlingen door. En daar alle daar zitten op afstand erin in de wang. Maar hij kon niet slecht, niet best lopen, dikke keel. En hij zei, nee, komt de wang. Dat was op de eerder tenor, dus hij komt eruit. Hij zei, jongens, jullie doen het helemaal verkeerd. Ja, opa, hoe moet dat dan doen? Hier, doe mee maar eens even de lezers. Opa pakte de lezers aan. Hij sprak dat Peert aan. Peert kon gewoon in het gereel, dus hij knikken erop. Hij stapte hem aan. Hij pakte gewoon ingang de ploeg aan. Hij zei, zo moet je dat doen. Maar toen hij één keer kon rond en toen was hij zo muur als mijn was. Hij kon niet meer. Maar de Peert ook, kijk, hij wilde alleen gaan rumlusten. En die jongen die was met 3 maanden sprong er mee. En het wilde niks. En ja, de ploeg gaan ze ook niet goed staan, ook niet. Kijk, hij zegt, zou het toch één keer voor doen. Maar toen was een man was op buitenarm, kon ook niks meer. Maar dat was wel een mooi gezicht. Ja. Kijk, dat is een grote ervaring is ermee. Ja, vroeger beeld, dit is het, die man. Die komt met Peert praten, echt waar. Ja. Dan doet hij ook de mestje op land en dan met zijn hoofd kracht trekken. Ja, ja, ja. Je hoeft alleen maar fruit, stop, fruit. Je hoeft helemaal niet hard op te spreken. Nee. Nee, maar... Voor mijn leer misschien. Ja, maar dit is nog, kijk, als hier ook een naam erachter zit, dit is een... Dat is het druk. Ja, kijk, we zien grote mensen er ook al met, maar als een zeddy is, nou, dan begon het te mutten, ja. Dan ging het overal. Probeer het uit. Ja, probeer het uit. Nou, ik hou het in blokken maar. Let op. Voorwaarts. Kom maar. Kom. Ja. Oh. Intro. Terug. Inzetten van de ploeg is ook belangrijk, hè? Ja. Zeg zo. Ja? Ja, links aan de hoogte. Let op. Aanschieten de boom op. Ja, kom maar. Voorwaarts.